Hoi, vandaag heb ik weer een video voor jullie en dit keer ga ik weer wat uitproberen. Een paar video's terug had ik het over beauty hacks en die beauty hacks had ik gevonden op Pinterest. En daar ging ik dus beauty hacks uittesten, uitproberen. Nou, ik zat laatst weer op Pinterest en wat ik heel erg veel voorbij zag gekomen waren van die nail art. En dan echt gewoon hele vette dingen zoals galaxy nagel of dingen die je op je nagels kon tekenen. En het zag er allemaal super simpel uit. Rond de eerste klas was ik echt dol op dit soort nail art dingen. Ik probeerde het echt super veel. Maar ik was er gewoon echt een regelrechte ramp in. Ik en nagellak gaan gek genoeg gewoon helemaal niet samen. En een van de grootste redenen is dat ik gewoon echt geen geduld ervoor heb. Ook gewoon bij normale nagels lakken. Dat ik ze dan heb gelakt en dat ik dan moet wachten totdat ze zijn opgedroogd. En dat ik op dat moment echt besef dat ik echt nog 20 of 30 dingen moet doen. Dus het leek me heel erg leuk om deze dingen uit te proberen. Eén, omdat Pinterest het gewoon zo makkelijk laat lijken. Ik ga dus ook zeg maar de nail art gewoon precies doen zoals zij het uitleggen op hun foto's, op hun tutorial foto's. En twee, omdat ik er eigenlijk gewoon echt een ramp in ben. Dus dan kunnen we er beide heel erg hard om lachen. Kan ik me lekker voor schut zetten en kunnen jullie daarvan genieten. Dus een win-win situatie. Soort van, I guess. Oké, het eerste wat ik ga proberen zijn deze pinguïnnagels. Het ziet er redelijk simpel uit hoe het wordt uitgelegd. Maar ik denk dat het nog best wel een uitdaging is. Nou, wat ik hiervoor ga gebruiken is een zwarte nagellak, een witte nagellak. Ja, iets van een oranjeachtige kleur. Die zaadfoto gebruikt is wel iets oranjiger, maar ik dacht, nou, whatever. Dit is ook helemaal prima. En een nail art crush waarmee ik het ga tekenen. Ik heb mijn nagel alvast zwart gelakt, zodat ik de basis alvast heb. Oké, dan pak ik de foto erbij. En dan ga ik het proberen na te maken. Zo, oh god. Ik heb er nu echt al geen vertrouwen in. Oh my god. Zo. Volgens mij moet hij nog ietsje hoger. Oh my god. Dit lijkt echt helemaal nergens op. Nu al. Vroeger was het gewoon echt mijn goal. Dat ik allemaal van dat soort Pinterest nageldingen kon maken. En dan gewoon, weet je wel, net zo goed als op die foto's. Dat ik dan echt gewoon van die super coole nagels kon hebben. Dat iedereen dacht, wow, doe je dat? Maar ja, ik geloof dat ik die droom aan moet laten gaan. Oh my god, doe ik het verkeerd? No way, ik doe het verkeerd. Want, oh, wat dom. Oh my god, girl, get your shit together. Oké, ik zie dus nu dat degene die deze tutorial foto's heeft gemaakt, dat ze het lichaampje andersom heeft gemaakt. Maar whatever, ik heb nou al met zoveel moeite dat lichaampje gemaakt. Ik ga het nu gewoon lekker op mijn manier doen. En dan ga ik hier de ogen maken. Oké, ze staan serieus super scheef. Nail dit. Ik kan dit eens normale rondjes maken. What's wrong with me? Oké, de oogjes zitten er ook op. Soort van, als je er ogen in kan zien. En de bedoeling is nu om dus de pupillen hierin te zetten met zwarte nagellak. En uiteindelijk een snaveltje en pootjes te maken. Ik vond het al lastig om twee freaking bolletjes te maken op mijn nagels. Dus ik heb er niet heel erg veel vertrouwen in. Oké, de pupillen zitten erop. Dat ging nog best wel goed. Wow. Ik ben trouwens ook echt een ramp als het gaat om tekenen. Misschien zegt dat ook wel heel erg veel dat ik hier echt niet goed in ben. Nou, op zich. Het snaveltje ziet er niet heel verkeerd uit. I'm done! En als ik het zo zie, ben ik er serieus nog best wel trots op. Dit is een nagel geworden. En je ziet er op zich wel een pinguïn in. Oké, het lichaampje is niet helemaal gelijk aan beide kanten. En de witte, zeg maar de omranding van de ogen staan ook niet helemaal gelijk. Maar je ziet wel dat het een pinguïn is, toch? Het volgende wat we gaan doen zijn de galaxy nagels. Ik hoop ook echt dat dit lukt, want deze vind ik persoonlijk best wel vet. Wat je daarvoor nodig hebt zijn deze lakjes. Als eerst weer een zwarte nagel als basis. Dan heb je kleurtjes nodig. Ze gebruiken best wel wat apartere kleuren op de tutorial foto's. Maar dat heb ik niet echt, dus ik ga gewoon voor blauw, roze en wit. En als topcoat gebruiken ze glitters. Dus dit ga ik nu op mijn nagels doen. En dat doe ik door middel van dit sponsje. Ik begin natuurlijk met de blauw. En dan breng ik een beetje aan op het sponsje. Zo, en dan dep je het op je nagel, I guess. Zo, oké. Ziet er niet heel verkeerd uit tot nu toe. Dan ga ik verder met de soort van roze paarse kleur. Zoiets, I don't know what I'm doing. Waarom is dit voor mij zo moeilijk? Ben ik zo ontzettend slecht? I don't know. Oké, dit lijkt echt helemaal nergens op. No, I ruined it. No. Dit is nu hoe het eruit ziet. Bij die blauw ging het nog wel goed. Alleen toen ging ik er met de roze veel overheen. En die wit, die... Ja, dit lijkt niet eens op Galaxy. Ik zie niet eens dichtbij. Oké, ik ga er nog wel proberen van te maken. Maar ik ben toch trots op mijn pinguïn tot nu toe. En ik dacht serieus dat ik deze beter zou doen. God damn it. Thank you.
lijkt nog steeds helemaal nergens op. Dit is uiteindelijk het resultaat. Echt super lelijk. Dan geeft de topcoat eroverheen, maakt het nog wel ietsje leuker. Maar ik denk dat ik hier gewoon te perfectionistisch voor ben. Want als je heel goed kijkt, zie je dat het allemaal echt op hele rechte lijnen zeg maar, zit. En Galaxy hoort gewoon echt all over the place te zijn. En ik ben daar gewoon niet goed in. Ik ben er te perfectionistisch voor. Dus helaas is deze niet gelukt. Oké, dan gaan we door met de allerlaatste tutorial. En dit is iets wat ik in de eerste heel erg veel heb geprobeerd. Maar dat het me nooit is gelukt. Nu heb ik allemaal video's bekeken en ik denk dat ik nu weet hoe het wel moet. Namelijk marble nail art. Wat het inhoudt is dat ik hier water heb en ik doe er dan voorzichtig elke keer een druppel nagellak in. Het kan met zoveel verschillende kleuren zijn als je wilt. En dan uiteindelijk dip je daar je vinger in. En dan heb je een soort van hele gekke leuke creatie op je nagels. Nou, daarvoor heb je ook weer een witte base nodig. Dus dat ga ik nu doen. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst mijn vinger aftapen. Oké, ik heb een soort van afgetaped. Wat ik nu ga doen is dat ik hier dus dit ga vullen met naaldplak. Ik wil het met mintgroen doen en met wit. Ik denk dat dat wel een vette combinatie is. Die wit wil niet echt uitspreiden. Oké, het werkt nog steeds niet helemaal zoals ik wil. Dus ik ga het denk ik eventjes weghalen. Dat kan je gewoon zo doen. Kijk, het is nu gewoon helemaal... soort van. Dan ga ik even opnieuw beginnen. En ik denk dat niet dat ik die wit ga gebruiken. Want die wit die wil toch niet helemaal uitspreiden, zeg maar. Het moet echt uiteindelijk goed kunnen uitspreiden. Dus ik ga het denk ik met zwart proberen. Ik ga eerst even het water verversen. Zo, ik heb er ook meteen even iets minder water in gedaan. In de hoop dat dat misschien helpt. Kijk, die spreidt al wat mooier uit. Dit is uiteindelijk hoe het eruit ziet. Hier en daar nog wel wat rommelig. Bij andere beautybloggers zie ik het vaak wel iets mooier lukken. Maar ik snap het principe op zich wel. En ik denk als je hier een beetje veel mee oefent en de juiste kleuren gebruikt, dat het best wel tof is. Dus uiteindelijk mijn conclusie. Ik denk dat de pingeling het beste is gelukt. Die vind ik toch eigenlijk best wel tof. De Galaxy was gewoon één grote faal. Never again. En ik denk als ik hier wat meer mee ga spelen, dat ik best wel toffe nagels kan creëren. Ik denk dat de Pingwing een 8 geeft, de Galaxy een 3 en deze een 6. En dit was de video. Kun je het trouwens even zien hoe donker het achter me is geworden. Toen we deze video begonnen scheen de zon heerlijk en nu is het echt gewoon super donker. Dit weer is niet echt iets om heel vrolijk van te worden, helaas. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een leuk concept om te doen. Net zoals met die beauty hacks. Weet je wel, met dit soort tutorials. Van om te kijken van, joh, werkt het wel echt? Of hoe makkelijk is het nou eigenlijk? Omdat die professionals het allemaal zo makkelijk kunnen laten lijken. Van, joh, je doet dit. En dan heb je bijvoorbeeld een mooie pingwing op je nagel. Alleen, hoe is het gewoon voor een normaal meisje die gemiddeld echt helemaal niet zo goed is in nagellak. Om dat dan bijvoorbeeld te doen. Het gaat echt niet zo perfect zoals het lijkt. Of je bent geen mislukkeling als het gewoon niet lukt. Want ja, dit zijn gewoon allemaal professionals die dit gewoon heel erg goed kunnen. En zoals je ziet, ik heb ook maar weer bewezen dat ik er ook niet heel erg veel van kan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!